Bij controles in de Katwijkse horeca zullen de huidige 16- en 17-jarigen niet worden beboet als ze alcohol drinken. Vanaf 1 januari gaat de minimumleeftijd voor alcohol omhoog van 16 naar 18 jaar. Burgemeester Jos Wiene wil die leeftijdsgrens geleidelijk invoeren. Hij komt hiermee tegemoet aan de wens van de Katwijkse horeca. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is tegen dit gedoogbeleid. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid zegt dat hij erop rekent dat Katwijk zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het verbieden van alcoholgebruik door minderjarigen. Op de laan van Meerdervoort in Den Haag heeft een taxi de gevel geramd van kapsalon Mandy. De wagen vloog zaterdagochtend rond 5 uur uit de bocht. Dat gebeurde op de rotonde bij de Appelstraat. In de taxi zaten geen passagiers, de chauffeur bleef ongedeerd. Minister Bussemaker van Onderwijs ontving zaterdag in Den Haag zo'n 700 buitenlandse studenten die in Nederland studeren. De minister wil voorkomen dat de studenten na hun studie weer vertrekken. Nu vertrekt 3/4 na het afstuderen, terwijl Nederland de hoger opgeleide arbeidskrachten goed kan gebruiken. Op het strand van Scheveningen was zaterdag de generale repetitie van de aankomst van de Prins van Oranje. 30 november is de feestelijke start van de viering van 200 jaar Koninkrijk. De Prins van Oranje wordt gespeeld door Huub Stapel.